Dat is de nieuwe status van het voedersysteem. Dus de vorige keer zaten we vast met de motor die niet genoeg kracht heeft. Zoals je ziet is die vervangen ondertussen. Nu de rest van de video daarin zal ik laten zien hoe dat ik die motor vervangen heb. Maar we zijn er nog niet helemaal uit. Het loopt eigenlijk nog altijd vast. Het heeft al een pak meer kracht. Ik heb ook die schakelaar hier toegevoegd trouwens. En de vaste verbindingen gemaakt. Maar dus het probleem is dat op zich gaat het allemaal wel beter. Maar het gaat nog niet, het loopt nog altijd wel. Komt er eigenlijk op neer dat er soms een graantje hier bovenin tussen vast komt te zitten. En dan gaat hij alsnog vastlopen. Maar ik denk wel dat ik een oplossing heb. Ik ga die oplossing op het einde laten zien. Hopelijk werkt hij. Ik heb ook een webinterface ondertussen. Dat is deze, heel eenvoudig. Via, hoe heet het? Flask. Hier, using Flask. Het is allemaal in Python geprogrammeerd. Het voordeel van Python is dat dat, of Python in het Engels, is dat dat een heel eenvoudig programmeertal is. Omdat dat een programmeertal is dat je echt programmeert hoe dat je leest, hoe dat je een instructie zou lezen. Dus dat maakt het heel eenvoudig om te leren programmeren. Wordt veel op school en zo gebruikt. Dus ik heb het. Ik heb twee inputs per motor. Ik heb die 11 en die 13 geconfigureerd nu. En dat bepaalt de richting waarin dat hem beweegt. Als ik nu even deze opstart, dan zie je dat het al vastgelopen is. Zo, Stella, je bent klaar. We gaan vandaag, wat gaan we doen? We gaan werken aan ons kippenvoersysteem. Ja. Dus we hadden de vorige keer, je hebt je computer mee, zie ik. Dat is al goed. Dan kan je alle nieuwe parameters ingeven op de computer. Ja. Oké, dus het probleem met ons systeem, we hadden eigenlijk een steppermotor gebruikt, als deze nu. Maar die bleek... Op zich kan die boor doen ronddraaien, dat is op zich oké. Maar van zodra dat er een klein beetje belasting op komt, dus als er hier voering komt te zitten en dat een klein beetje vast zit, loopt het systeem vast en heeft die motor eigenlijk niet genoeg kracht. Dit is een steppermotortje. Het enige echte voordeel van een steppermotor tegenover een gewone DC-motor. Dit is een gewone DC-motor. Het voordeel van zo'n steppermotor is dat je die positie heel exact kunt bepalen. Nu, voor dit hoeven we niet echt een exacte positie te hebben. Dus ik ga dat toch vervangen door zo'n DC-motortje. Dit is eentje uit een tandenborstel. Nu, het probleem met deze is dat dat vrij snel zal draaien voor wat we daar nodig hebben. Dus dan heb ik een vergelijkbaar motortje op eBay besteld. Hier, dat is dit. Dat is eigenlijk het motorgedeelte en dat is een soort van tandwieloverbrenging. Een reductie eigenlijk, waardoor dat dan nog maar, wat is het, 2 omwentelingen per minuut maakt, iets in die zin. Je kunt kiezen, je hebt er die 1 omwenteling, 2 omwentelingen enzovoort per minuut maken. Dus dat is een reductie, maar omdat dat gereduceerd is, is dat ook wel veel krachtiger. Dus dan hoop ik dat dat krachtig genoeg gaat zijn om die boor ook graan te doen malen als er een korreltje vast zit. Nu, ik heb wel een andere driver nodig, dus voor die steppermotor heb ik dat ding hier gebruikt als driver. Voor mijn DC-motortje ga ik dit gebruiken. En het belangrijkste is hier die driver, die L293D. Dat is de chip die gebruikt is die de aansturing van de motor doet. Je kan zo'n chip, hier zie je dat, dat ding hier is de chip. Je kunt dat alleen met een circuit opzetten. Dit is een breakout bordje dat eigenlijk veel eenvoudiger maakt om die driver te gebruiken. En als ik het hier zo bekijk, heb ik hier aansluitingen. Dat zullen de 12 volt aansluitingen zijn, dus die motortjes gebruiken 12 volt. Dat kan ik rechtstreeks van die accu gebruiken. Dus als ik hier kijk,
Ja, typisch als je op de achterkant van het bordje kijkt. Dit is van Deke Robot. Dus als je dat online opzoekt, zul je wel wat info vinden. Hier hebben we bijvoorbeeld wat informatie. Dat is van een Adafruit bordje. Dan zie je dat er twee motors op zitten. Buitenkant zie je... Amai, maar die focust echt slecht vandaag. Dan zie ik hier een plus en een min voor de 12 volt. En dan B plus en min en A plus en min. Dus dat betekent dat je er twee motortjes op kunt zetten. Hier was dat ook. Hè. Hier stonden ook twee motortjes op. En dan zit hier ook een regulator. Dus die gaat eigenlijk die 12 volt ook omzetten naar de 3,3 volt signaal die de Raspberry Pi zal sturen. En hier zie ik een plus en een min opnieuw voor de Raspberry Pi. Dan input 1, 2, 3, 4. 4 inputs. En die twee laatste zijn jumpers. Dat zijn geen inputs. Maar 4 inputs, dat betekent dat er 2 inputs per motor zijn. En dan gok ik, dus die dingen kunnen geen exacte positie van bepalen, maar ik kan eigenlijk alleen maar die dingen vooruit of achteruit doen draaien. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik vermoed dat je met ene input de ene kant op draait en met de andere input de andere kant op draait. Nu, wat ik eerst ga doen, is dus met dit motortje testen of ik dit bordje aan de praat krijg, aangestuurd met de Raspberry Pi, zodat ik weet dat het systeem op zich werkt. En als dat werkt, ga ik die verbinding vervangen en die koppeling vervangen door iets wat compatibel is met deze motor. En dat kunnen we opnieuw gaan testen. Okay, ik heb nu een test setup gemaakt. Dit is mijn bordje. Test. Ping, ping, kop. Dit bordje krijgt voeding nu, rechtstreeks van de batterij. En dan de Raspberry Pi heb ik zelf ook nog via de solar charger terug op 12 volt accu aangesloten. Want hij startte niet helemaal door met enkel voeding via deze kabeltjes. Dus ik moet even bekijken wat er daar misgaat. En dan hier de oude motor is ook verbonden. En dan heb ik nu een scriptje en als het goed is... Wacht, hè. Als ik dat scriptje uitvoer, zal de motor, dus 5 seconden, moeten draaien. Ja, en dat doet het. Dus de vorige motorbevestiging was dit dingetje, daarop gewezen. Heb ik er nu afgehaald en ik heb hier, ben beginnen lijmen. Aan de vervanging, dus die komt daar tegen. En de motor kan hem er al uittrekken. Als ik die draad daar doorsteek, soldeer en terugsteek, zit dat goed. Zo moet dat er tegen passen. Voilà. Ja, de bedrading even vastsolderen overal. Ik ben nu nog een aanpassing aan het doorvoeren. Maar eigenlijk, ik ga proberen van het op te lossen met gewoon een aanpassing in de software. Eigenlijk zou ik heb een aantal mogelijkheden. Ik zou kunnen bijvoorbeeld
een nog sterkere motor zoeken of een ander systeem hier dat misschien minder snel vastloopt. Of ik kan ook werken met een sensor die kijkt bijvoorbeeld op dat blokje of dat nog roteert of niet, om te zien of dat de motor wel of niet vastgelopen is. Zodat als die vastgelopen is, dat ik even kan terugdraaien. En door dat terugdraaien dan toch weer goed komt te zetten. En het is eigenlijk daarop dat ik verder ga werken, maar ik ga het iets gemakkelijker implementeren dan een extra sensor om dat in een toestand hier te checken. In plaats daarvan ga ik gewoon preventief altijd een paar omwentelingen vooruit, een paar terug, een paar vooruit, een paar terug. Als het goed is, kan ik dan nu uitvoeren terug. Op die met dat pijltje, dus op die toets. Hier, maar nu nog niet aan wachten. Ik ga het zeggen, hè. Ben je klaar? Ja. Hou je vinger maar klaar. Dan gaan we de nieuwe oplossing testen. En doe maar. Goed zo. Kijk, dus nu loopt hij vast. Hij gaat een klein beetje terug. Hij loopt nog altijd vast. Nu moet hij een klein beetje terug. Ja, en hij heeft zichzelf losgemaakt. Weer vastgelopen. Maar hij maakt zichzelf normaal gezien ook weer los. Ah nee, nee, niet juist gedaan. Ik heb niet juist gedaan. Hij doet nog maar 10 keer. Ja, nu maakt hij zichzelf. Kijk, hij is weer vastgelopen. Maakt hij zichzelf los. Weer vastgelopen. Maakt hij zichzelf los. En is vertrokken. Wat wil jij hier? Dus? Wat heb je? Wil je ook eens? Ja.